Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Chatmo. We gaan weer een drive-through video maken. De vorige video's zijn gek ontvangen. De ene is 190k weergave en de andere is bijna 100k weergave. What? Thanks daarvoor. Dus zoals jullie zien, we zijn met NS. NS, jij bent bij de twee challenges aanwezig. Het is eigenlijk ritueel dat ik hier ben. Eigenlijk wel. En je bent niet de enige Marokkaan vandaag. Hey, Emin. We zijn er weer mensen. Wij gaan vandaag iets anders doen. Wij gaan niet hetzelfde bestellen als degene voor ons. Maar we laten de medewerkers bepalen wat wij gaan eten. Jongens, jullie mogen zeggen, bij welk gaan we beginnen? Mac, Burger King of KFC? Oké, welke kies jij? Duidelijk, oké, schrijf dat op. Jij kiest KFC, ik kies Burger King, jij kiest Mackie. Ja? KFC, Burger King, ik wel. Ah, we gaan naar KFC! Oké, dan gaan we naar de KFC. Wauw, we zijn bij de KFC. We zijn er. En het is helemaal leeg, want we nemen dit op om 3:00 PM. Dus ik weet niet of de medewerkers er zin in hebben, maar ik ga gewoon een babbeltje houden, ja? Hallo, goeiedag. Mag ik een bestelling alsjeblieft? Yes, eigenlijk heb ik een vraag voor u. Ik weet eigenlijk niet wat ik wil en ik zit hier met twee andere vrienden, dus ik ben met 3 personen. Wilt u een vegetarisch keuze maken voor 3 personen? U mag bepalen. Wilt u burger of... Wat u wilt. Dus u moet u inbeelden. U bent met 2 vriendinnen in de auto. Wat zou u geven aan die 3 mensen? Maar verras me maar. U mag kiezen wat we willen. Maar wel vegetarisch. We hebben veggie meal. Maar ik hoef het niet te weten mevrouw. U mag het gewoon aanslaan. Oké? Okay? Dan kom ik naar het raam om te betalen. Ja, u mag zelf bepalen wat het wordt. Het is een verrassing voor mij. Wilt u menu? Mij maakt het niet uit. Als u een menu wilt, doe maar een menu. Mij maakt niet uit. Alles is een verrassing, dankjewel. Zij heeft geen zin. Nee, maar misschien snapt ze het gewoon niet. Bro, zij is aangenomen om te, zeg maar, te horen wat iemand anders wil, snap je? Ja, dus ik kan het haar niet kwalijk nemen. Hey chef. De 3 verrassing voor nu. Ja. Ja. Alleen drink ook, wat u wilt, verras me maar. Zolang ik als klant maar tevreden ben met het lekkere eten. 27,80, oké. Volgens mij heeft ze de manager geroepen, man. Ja, ik denk dat zij, zeg maar, niet wist wat wat was. Ja. En dat ze zei van, ja, ik heb hier 3 jongens die allemaal rare dingen lopen te zeggen. Kan je komen? En toen wist hij meteen. Oh, wat kijk je? Niet kijken. Goed, dankjewel. Mooie dag, hè? Thanks, ja, fijne dag. Zoals jullie zagen, we hebben onze dingen gekregen. Hij heeft wel echt groot menu aangeslagen. Hij wil meteen winst draaien. Oké, hou jij deze goed vast? Alsjeblieft niet morsen. Deze leg ik dan hier. En dan gaan we even snel naar de parkeerplaats rijden. Om te kijken wat we hebben gekregen. Oké, wat voor drink heeft hij gedaan? Ik zie Pepsi staan erop. Dus ik neem aan dat ik het denk Pepsi 3 keer Pepsi, hè? Ja. Oké, ik ga alvast gewoon kijken wat we hebben. Hey, we hebben 3 keer. Hey, deze friet ziet er echt goed uit. Friet is echt smerig, man. Ja, ja, maar hij ziet er juist lekker uit. Ja, hij ziet, maar het is niet lekker. Hij ziet er echt krokant uit. Hij zit ook geen zout op en zo. Nee. Nee, ja? Nee, hij heeft geen smaak, man. Oké, wat hebben we nog meer? Kijk, hij zei wel dat er 3 verrassingmenu's waren. Ja. Dus ik ben benieuwd. Oh mijn god, jongens! Jullie gaan het zien in de volgende video. Enes, weet je wat voor ding jij gooit? Weet je wat voor reactie? Die clip komt nu. De glitch in de game! Chat, we hebben de glitch! First try! Hij heeft het interessant aangepakt. Misschien heeft Emmy het al gezien, maar man heeft een wrap erbij gegooid, joh. Oh, lekker. Hey, die zijn lekker, man. Vind je heerlijk? Ik claim die. Ik wou hem claimen. Ik claim hem. Dankjewel. En we hebben ook een faggy. Die claim ik ook. Cheese. Hey, die ziet er ook aan uit, maar. Hij heeft ook een normale faggy erin gegooid. Ik pak deze. Mag ik deze pakken? Laat me open hem. Open hem voor de kijkers. Ziet er wel droog uit, man, boys. Wow, hij ziet er echt droog uit. Bismillah. Is veggie van KFC lekker of niet? Nee. Je hebt wel vieze mond. Het ziet er echt uit als... Nee. Deze joke, why? Nee. Dit ziet eruit als gewoon body lotion, tandpasta. Nee, maar mensen, dit is hoe het broodje er dus uitziet. Wat? Oké, we gaan onderweg naar de McDonald's. We hebben genoten van de KFC. Hi, ben ik danker? Nee, weet je wel, dat zegt kijkers. Het licht komt, zeg maar, van die kant, snap je? Misschien ben ik voor de camera donker, oké? Nee, ik ben danker. Nou, we zijn hier toevallig bij de drive-thru. Toevallig. Nee, niet danken. Kom maar jongens, wat mag het zijn? Hi, goeiedag. Even een vraagje, hè. Ik ben hier samen met 2 anderen, dus we zijn met z'n 3 in totaal. Wij hebben zin in een ijsje, dus jij mag 3 ijsjes voor ons uitkiezen. Wat jij wilt. Verras ons maar. Oeh, dat vind ik een hele leuke. Ja, dat is mooi om te horen. Maar we willen het niet. Daar ga ik ook niks zeggen. Wil je 3 flurries? Maar wat jij wilt, 3 ijsjes. Ja, verras ons maar. Zodat wij, zeg maar, de volgende keer terugkomen. Ja, ga ik doen. Oké, top, dankjewel. Yo, mag je doorrijden, ja? Yes, thanks. Ik zeg je eerlijk, hij vond het wel een leuke challenge, man. Weet je wat het is met deze mensen? Ze hebben steeds, zeg maar, standaard klanten die gewoon iets bestellen en dan gaan ze gewoon weer weg. Wij komen nu met speciaal. Ja. Hij zei ook meteen van, oeh, dat is een leuke, snap je? Hij klonk wel een beetje als een guy die RP's. Nou, dan ik ook. Hey yo! Je hoeft hem niet terug te geven. Enes, ik heb gemerkt, jij kan echt geen camera vasthouden. Kijkers, vinden jullie dat hij me recht had? Hi, chef. Hey. Heb jij mij geholpen bij die intercom? Oké, ik ben benieuwd wat je voor me hebt. Nee, nog niet. Ik wil pinnen. Hoeveel kost het? 12 euro. 12 euro voor 3 ijsjes. Ah, er staat statiegeld bij, hè? Echt? Statiegeld? Thanks. Smaak. Yes, en had je nog die shake voor me? Ja, niet. Geen shake. Shake je booty. Ja,
Maar wow, ik wist niet. Wie had dit afgesproken? Nee. Waar komt dit vandaan? Ik weet het niet. Mo doet dit nooit. Jongens, Mo doet dit nooit. Hij durft dit niet, bro. Je man zegt zo... Hai, goeiedag. Eet smakelijk. Dankjewel. Mevrouw, je ziet er mooi uit vandaag. Dankjewel. Eten. Ja, man. Natuurlijk mag jij een box. Denk voor het maken van mijn ijsjes. Rustig aan. Oeh, hij heeft ze vol. Goed. Hey, hoe was mijn wrist? Hey, waarom gaf jij een compliment? Ja bro, als jij gek doet, ga ik ook gek doen. Hey, dit zijn de 3 ijsjes geworden. Ik wil sowieso niet deze. Ik wil deze. Ik claim deze. Wat is dit dan? Ik claim dit. Hey boys, ik zeg eerlijk, ik ben nog steeds in shock. Mo, gooi je er gewoon, hij zei gewoon shake your booty tegen. Dat zei hij, Maar ik wou het nee, maar jij wou het ook zeggen, ja, blijkbaar. Ik dacht, deze man maakt een joke van, hey, ik heb geen shake besteld, grapje. Weet je wat ik dacht? Ik dacht van, oké, ik ga Mo zeggen, want het is fire als jij het zegt. Het was 1-op-1 die gezicht gewoon. Dus dacht ik, weet je wat, hij ziet mij niet. Ik zou het echt gewoon zeggen, maar ik wachtte tot hij shake zei. Ja, maar bro, en dan op een gegeven moment, je reikt in één keer vol, toen ik dacht, wat? Voor de boy die daar net werkte en wij die joke op jou gooiden, zeg maar. Zo bedoelde we het niet. Niks persoonlijk. Het was gewoon een grapje. Je hebt ons goed geholpen en je hebt 3 leuke McFlurries samengesteld. Thanks. Maar ik kies deze. Ik zie M&M. Maar waarom moet ik nu met de rode achtergelaten worden? Niemand heeft hierom gevraagd. Nee, nee. Vind je aardbeien niet lekker? Bro, maar bro, nog meer hè, bro. Wat is dit? Nieuw, patat. Chocola met aardbei, maar ik heb dit nog nooit gecheckt. Ik heb in ieder geval M&M met hier. Goede taste test. Rood, chocola, patat en ijs. Als je tanden niet kapot wil maken, eet dit niet. En jij? Karamelsaus met chocoladestukjes erin en nog een paar dingetjes. Goeie? Bro, ik zeg eerlijk, deze moet je proeven, bro. Die boy heeft je gunt, hè? Mhm. Dit is echt lekker, mensen. Oké, hier komt ie. Bismillah. Maar ik ben niet zo fan van ijs. Het is zo koud op je tanden en ik heb best wel gevoelige tanden. De enige ijs die ik echt lekker vind, zijn zeg maar die... Sundae, hè? Ik vind sundae lekker, man. Nee, gewoon cornetto. Cornetto. Gewoon simpel. Nou, wij gaan dit ijsje lekker opeten. Oh ja! Jongens! Nee, man. Had je gezien? Wacht. Had je gezien? Wat ik dus wou vertellen en waarom Mo zeg maar zo in shock was. Die guy van die drive-thru van net, zijn stem leek echt op iemand die gamet, zeg maar. Juist. En ik speel veel GTRP op het moment. Ik ga natuurlijk wel andere content uploaden in de toekomst, maar op het moment GTRP. Dat is gaming. En ik heb het super veel gespeeld op mijn gaming kanaal. Ben ik super bekend mee geworden. Heel veel abonnees, want ik gamede gewoon GTRP. En daarbij hoort bij gaming natuurlijk of een PC. Of een laptop. Of een laptop. En toevallig heb ik gisteren een video geüpload met deze thumbnail. Ik heb een gekke laptop van Omen getest waar je zeg maar gewoon de gekste spellen op kan spelen met de gekste specs. Je hoort het woordje gekste specs. Dan zou je natuurlijk willen weten welke specs. Ja. Daar zijn we gewoon inhoudelijk op ingegaan. We hebben gekeken welke processor, welke grafische kaart, hoeveel storage je hebt, wat je ermee kan doen, hoe je het kan doen. We hebben zelfs in de auto getest of je kan gamen. En dat is allemaal dus te zien in die nieuwe video op mijn gaming kanaal. Ik denk dat er abonnees op dit kanaal ook al geabonneerd zijn op Chatmo 2 en waarschijnlijk de video gisteren al hebben gezien. En mocht je dat niet zijn, moet je nu gaan kijken. Link staat in de beschrijving sowieso bovenste link. Ga die checken. Ja. Weet, hou je ook zo'n te gekke Omen 16 laptop. En daarbij gaan jullie ook weten wanneer Chatmo weer GTRP gaat spelen. Wanneer ga ik weer gamen op GTA? Ga hem checken, link staat in de beschrijving. De bovenste link. En ik wil Omen bedanken voor deze samenwerking natuurlijk. Dan kunnen we hierbij ook meteen de video afsluiten, want we hebben genoten van het ijsje. We hebben genoten van de KFC, zeg maar. Misschien moeten we het de volgende keer doen ook bij het Burger King. We kunnen het ook bij Starbucks doen en verschillende andere drive-thrus. Ik heb zelfs gezien dat er drive-thrus bestaan waar je wafels en zo kan halen. Dus thanks voor het kijken. Wij gaan genieten van het ijsje. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En check even de link in de beschrijving. Ciao! Ciao.